Hoi iedereen, leuk je weer kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal Bokado. Ik ben natuurlijk Bo en vandaag ga ik weer een keertje relationship goals foto's nadoen. Ik heb dit dus al een keertje eerder gedaan en net zoals de eerste keer kan ik dit natuurlijk niet in mijn eentje doen. Dus vandaag heb ik... Waarom kom je nou niet? Hoi. Het zal ook weer niet zo zijn, waarom ben je er altijd? We kunnen dit kanaal beter Bokado en Bart noemen, want hij is er toch al bij. Nou, bij deze. Bij deze. Nee, grapje. Maar wij gaan weer relationship goals foto's nadoen, want dat vonden jullie vorige keer heel erg leuk. En wij vonden het een beetje leuk. Ik vond het maar... wel leuk. Ja. Ja, echt heel leuk. Bart heeft vandaag dus weer de dag van zijn leven dat we het weer gaan doen. Elke keer als ik ga praten wil hij een kusje geven. Dus heb je nou ook weer zin in deze video, doe dan natuurlijk alvast een duimpje omhoog. En ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Klik dan nu op het abonneerknopje hier beneden. En dan mis je geen één video. En dan zie je heel vaak nog mijn gezicht. En misschien ook wel Bart's gezicht. Ja, niet dat je daar nou blij van wordt, maar dat maakt niet uit. Maar we hebben dus de eerste foto voor jullie klaarstaan. En dat is... Ja, ik neem het beeld. Dat is namelijk deze. Ik moet eventjes heel lenig gaan doen. En jij ook een klein beetje. En ja, we gaan zien of dit ons gaat lukken. We gaan ons best doen. Oké, we zijn op de eerste locatie. En de setup lijkt nou niet echt op die van de foto. Maar dat maakt niet uit. Ik heb wel een beetje bijpassende kleding aan gedaan. Dus we gaan het gewoon proberen. Kijk, jouw hand die moet dus... Zo om mij heen. Zo. Allebei jouw handen moeten helemaal om mij heen. Deze naar boven en die een beetje zo. Nee, ik moet ook helemaal zo, hè? Ik wil kijken aan. Oh, wat cringe. Oké, ik kom die. Ik vond hem leuk. Ik denk dat die wel goed is, ja. De volgende foto die wij gaan nadoen, dat is deze foto. En we moeten echt heel dicht met ons gezicht bij elkaar. Heb je daar wel zin in? Ik vind het niet erg hoor, maar... Ik wel. Ik vind het echt heel cringe, zo'n foto. Maar ja, we moeten het eraan geloven. Dus we gaan ons best weer doen. We kunnen eigenlijk gewoon hier blijven staan. Want ja, de achtergrond en kleding zie je niet heel erg. Ben helemaal tot bij mijn oor, achter mijn oor. Oh zo. Kun je, ik moet even lachen of zo. Komt ie. Ik wist het. Oké, volgens mij is deze... Ik heb geen idee hoe die gelukt is. We gaan het wel gewoon zien. Ik hoop dat jullie hem mooi vonden. En we gaan dan weer naar de volgende. En dat is deze foto. En hier moet alleen Bart op de foto. En mijn hand moet erbij. En jij moet mijn hand een kus geven. Goed, we gaan ons best doen. Nou, ik hoop dat je er zin in hebt. Mijn hand komt hier nu aan. Ik heb trouwens geen rode trui aan, dus ik heb een zwarte trui. Ik heb oranje. Oké, je moet je hoofd... Wat zit cringe? Iets meer naar achter. Oh, mijn hand. Ja, komt die. Heel mijn hand is afgelebberd. Nou, hoe was die ervaring? Nou, dit was echt heel raar. Het was gewoon echt niet... Het ziet er heel romantisch uit op de foto. Ja, maar als je het dan namaakt, dan is het echt zo van... Wat doen wij? Ik zat er met mijn hand helemaal... Zo, dus ja, niet zo romantisch. Maar we gaan dan weer naar de volgende foto. En dat is deze. En we staan hier allebei in de badkamer ons dingetje te doen. En ik moet in mijn BH. Nou, helemaal leuk. En Bart die moet met een vest en zijn blote bassie. Zijn blote bast. Oké, waarschijnlijk gaat onze foto er heel lelijk uitzien. Maar we gaan ons best weer doen. Dus ja, let's go. Bart heeft nog niet genoeg buikspieren. Dus hij gaat die nu even snel maken. Nou, we staan op locatie. En we gaan deze foto nu namaken. Ja. Nou, Bo, lijkt het erop. Oké, nou weet je wat? We gaan hem gewoon doen. Ook al klopt hij niet helemaal. 3, 2, 1. Is hij goed? Ik heb geen idee, weet je? Het zal wel... Oh, sorry. Dit was heel moeilijk, want de positie klopt ook niet helemaal, maar oké. Moet je voorstellen hoe lang ze over deze foto gedaan hebben in het echt? Ja, echt zo. Hij is ook echt helemaal perfect en zo. En... Echt zo. Ja. Nou, ik vond het verder prima. De volgende en de laatste foto die wij gaan nadoen, dat is deze. En hij is heel erg zomers, maar we gaan hem binnen maken, want ja, het is buiten niet echt warm en ik heb buiten geen witte muur. Dus dat gaan we doen en ik ga weer de waterpistool aan en Bart met een tennisracket, want ik heb maar één waterpistool. Dus ja, we gaan er gewoon het beste van maken. Oké, de camera staat scheef, maar dat moet even voor de foto. Kijk hoe ik hier sta. Ik sta hier in mijn bikinibroekje, jongens. Kijk hoe ik hier sta. Oké, komt-ie. Nou, dat waren alweer alle foto's voor vandaag. Ik hoop dat jullie het leuk vonden en laat natuurlijk ook eventjes weten welke foto jouw favoriet was. Wil je nou de andere video zien waarin wij ook zulke foto's hebben nagedaan? Klik dan nu rechtsboven in beeld, want die video was ook heel erg leuk geworden. Ook wil ik nog snel eventjes iets anders zeggen. Sinds kort heb ik namelijk nog een tweede YouTube kanaal aangemaakt. En dit kanaal heet Bokado Sims. Je hoort het misschien wel aan de naam, maar op dat kanaal komen allemaal video's over The Sims. En The Sims, dat kennen jullie waarschijnlijk allemaal wel, is natuurlijk een spel. Ik zou het heel erg leuk vinden als jullie ook op dat kanaal willen abonneren.
abonneren. Want dan zien jullie natuurlijk nog veel meer video's van mij. Wil je op dat kanaal abonneren? Klik dan nu op het linkje in de beschrijving. Of klik ook weer eventjes hier rechtsboven in beeld. Want ik zou het heel erg waarderen als jullie daar ook op willen abonneren. Dan bedank ik jullie voor het kijken naar deze video. Doe natuurlijk een duimpje omhoog als je het leuk vond. Wil je nog een video van mij bekijken? Klik dan nu hier naast mij. En wil je op mijn kanaal abonneren? Klik dan nu op mijn foto hieronder. En hopelijk zie ik jullie weer de volgende keer bij een nieuwe video. Bye bye!